jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie zien is mijn webcam vakje iets kleiner dan normaal. En zoals jullie ook zien, sta ik op mijn startscherm met de Star Stable ingelogd. Want aan de titel zien jullie al, ik heb een nieuw account aangemaakt. En ja, daar had ik gewoon zin in. En daar ben ik 3 dagen stoorrijder op. Dus ja, ik denk dat we maar gewoon gaan spelen. Ik heb mijn poppetje Mia genoemd, dat leek me het makkelijkst. Dus ik heet Mia Giant Hill volgens mij. Dat vind ik wel grappig. Dus ja. En alweer, dit duurt best wel lang. Maar op zich vind ik dat niet erg. Dit vind ik minder erg dan toen ik begon. Dat er zo'n roze achtergrond was met zo'n stalkat die allemaal dingetjes ging vertellen. En nu kun je gewoon naar dit mooie plaatje kijken. En als je het spel voor het eerst speelt, tip van de dag lezen. Maar ja, je kunt je paard besturen. Zowel de muis als het toetsenbord. Daar heb ik eens een keer iemand die ik ken, heb ik deze keer mee geplaagd. Want toen was hij zo aan het rijden en toen ging ik met de muis elke kant op die maar mogelijk was. Als je reputatie verbetert bij de groenten, toch een betere kleren, uitrusting in de winkels en van deze goederen groepering. Je kunt ook nieuwe missies krijgen met zwaar. Oké, toen was het weg. Doe mee aan wedstrijden op Jorvik om je paard te trainen. Net als jij kan je paard ook beter worden en level omhoog gaan. Serieus, als je net begint heb je geen idee hoe dit werkt. Dus, ja. In elke stal kun je Jorvik shillingen verdienen door elke dagelijkse klusjes te doen. Als newbie weet je ook niet wat Jorvik slingen is. Om je paard te trainen kun je elke dag meedoen aan wedstrijden. Hiermee kun je je reputatie verhogen en Jorvik slingen verdienen. Volgens mij is dat een soort geld, zou je als newbie denken. Ik ga als newbie denken. Hoe beter je uitrusting, hoe beter je je paard onder controle kunt houden. Zo kan je paard sneller bewegen en draaien en hoger springen. Kunnen we springen? Open karaktereigenschappen door op C te drukken op je toetsenbord. Als je op de I drukt, krijg je inhoud van je rugzak te zien. Oké. De beschermers van Eden, beter bekend als de... Oh. Yay! We gaan inloggen. Yippie. Oeh, lekkere muziek hier zo. Waarschijnlijk van dat ik een stalrijder ben. Oké, nu verder met het verhaal. Als die even gaat laden trouwens. Het duurt best wel lang. Ik heb hier ook niet hele goede wifi. En 3 streepjes. Het hoort genoeg te zijn om Star Stable te spelen en te opnemen. Op te nemen. We zijn al bijna 3 minuten bezig. Nee, meer dan 3 minuten. Voor jullie dan, want bij jullie zit er nog een intro en zo. Kijk. Ja, oké, dankjewel. Maar ik heb dit nu niet gelezen, omdat het laden veel te lang duurde. Ben jij dat meisje? Ja, nou heb ik dit helemaal niet kunnen lezen. Logica. Oké, doe dan maar overslaan. Oeh, kijk, dit zijn wij. En ik ben Mia Giant Hill. En we hebben post, want ik heb alle codes al ingevuld. Kijk, we hebben 400 star coins. Oh yeah. Ja, ik zal even met Justin praten. Rijd naar Maya op de andere binnenplaats. Maya heeft een groen uitroepteken boven haar hoofd staan. Oh, dat klinkt niet gezond. Kijk, dit is ons paard. En hij heet Party Magic. Yay. Hoi, ik zwaai ook hoor.
Als het goed is zit ik op Hurricane Hill en dat vind ik op zich wel fijn. Misschien ga ik nog wel mensen tegenkomen van de club. Hoi, ik ben Maya. Leuk kennis te maken, Mia. Ik vind het gewoon makkelijk om dat Mia te hebben. Praat met Jenna. Oh, toen verdween iedereen. Dag iedereen. Ah ja, dat is Jenna. Hoi Jenna. Ik vind het wel fijn dat we gelijk stalrijder kunnen zijn. Dat is zeg maar van zo'n code als je begint. Dan ben je 3 dagen stalrijder. Maar we gaan zo meteen wel even naar die postbus. Want dan kunnen we gelijk betere... Nou ja, niet echt betere kleding, maar mooiere kleding aan doen. Maar we doen wel even eerst die race. Oh nee, dat is echt niet duidelijk hoor. Wat? Ik kan niet bewegen. Oh. Ik vind het echt stom dat ze niet meer die balken hebben. Maar op zich ook wel fijn op de een of andere manier. Ik weet het ook niet. Nou, was dat zo moeilijk. Hé, maar ze heeft zo'n shirt. Dat wil ik ook. Wacht even. Oh, zij is level 0. Ik ben tenminste level 1. Hoewel, zij is waarschijnlijk even veel als ik. Oh, dus die moet ik ook hebben. Fijne feestdagen en welkom op Star Stable. Dus die moet ik ook hebben. Yay, level 2. Jippie. Vindt Loretta... Oh, daar krijgen we niet eens jorgen voor. Oké. Okay. Maar, terwijl dat we naar Loretta lopen, kunnen we even naar de postbus. Oh, ik hou van deze mooie grote bak. Maar je moest toch ook zo'n soort van race doen om te bewijzen... Oh ja, we kunnen nu galopperen. Om zo te bewijzen dat we kunnen rijden of zoiets, maar... Ja. Wow, kijk hoeveel! Oké. Okay. Wacht even. Hier is deze. Dat is waarschijnlijk die trui. Ja, dat is deze. Oké, okay. We gaan gewoon allemaal... Uppen maken. Het staat ook echt op volgorde van hoe ik het heb ingevuld. Ik vraag me af wanneer we het hoofdstukje krijgen. Ik heb op andere Mia-account, dus van het echte account, heb ik ook al deze codes hoor. En ik heb ook 300 starcoins extra. Yay. Maar die code, als deze video online komt, is die code van 300 starcoins al verlopen. Dus sorry. Oké. Okay. Het is op zich wel chill zo op een starter. Ja, dat is wel leuk. Oké, okay, gaan we naar Loretta. We hebben nu al best wel veel missies. Dit ga ik niet lezen. Daar heb ik geen zin in namelijk. Oké. Okay. Oh, we hebben dit wel, maar we moeten gewoon door de poortjes rijden. Zo moeilijk is dat niet. Rijden gewoon een rondje. Ik gebruik deze bak trouwens echt vaak. Met clubdressuur. Maar er komt ooit nog wel een video van online. Ja, maar ik vind het setje dat ze dit jaar hebben op zich echt wel leuk. Oh, nu moeten we naar Tan. Hallo Tan. Nou zeg, we krijgen er niet eens wat voor. We krijgen er gewoon helemaal niks voor. Nee. Ik wil gewoon heel snel leren springen. En een sneller paard krijgen. Maar ja, dat krijgen we als die level 15 is. Kijk hoe raar deze hoeven trouwens zijn. Oh ja, en ik heb natuurlijk zo'n video gemaakt van de paardenmarkt van... Ja, dat paard dat heb ik ook, want dat is een starterpaard en die wilde ik dan. Dus die heb ik nu nagemaakt. Maar ik denk dat ik hem nog steeds wil op het andere account. Ik weet nog niet. Hm.
Ik heb niet echt iets te vertellen. Ik had gewoon zin om een nieuw account te maken. Ik heb echt zoveel accounts. Maar ja. Zo, gaat. Ik zie dat we alweer 10 minuten bezig zijn bijna. Oh, oeps. Oh, we doen hem wel nog een keer. Hoor. Dat kan wel. Oké, ik ben zo bij jullie terug. Toen was ik gefinished. Toen had Party Magic level 2. Oké, Loretta, wat wil je? Oh, we moeten naar Justin. Maar waarom krijgen we daar dan XP voor ons paard? Dat vind ik wel een beetje raar. Maar ja. Oké. Okay. Er zijn echt heel veel nieuwe starters hier zo. Maar ik zie er fancy uit met al mijn codekleding. Oh. Oh, nu moeten wij ook... Nee, maar vroeger was het helemaal verspreid over de binnenplaats. Maar nu ligt het allemaal bij elkaar. Dat is niet leuk. Ik ga het echt heel erg vergelijken met toen ik begon. En dat was in 2016 of 14 of zo. Of 2015 of 2014 of zoiets. Dus ik weet het niet. Verzorg mijn paard. Het is nog best wel vroeg. Voor mij. Zo. Ik ben net een uur wakker of zo. Zo, paard kijkt lelijk. Nee, ik ben geen uur wakker. Dat is niet waar. Mia. Momentje. Ja. Oké, gaan we verder. Praat met Thomas Moorland, de eigenaar van de Moorlandstallen. Ja. Ik vind het wel grappig trouwens ook. Lol, jou staat precies naast mij. Ja, nu niet meer. Oké, ja. Ik vind, wat ik dus wou zeggen. Ik vind het wel grappig dat die namen van de mensen erboven staan. Oh jee, spannende muziek. Ik vind het shot echt leuk dat je zo recht vooruit gaat. Kun je hem pakken? Oh. Ja. Oranje gebied, ja. Ach, deze muziek mag ik echt niet. Zo van, het is heel eng en griezelig. Maar als je nou een klein kindje bent, dan durf je dit gewoon niet. Ze echt denken van, ah, mami. Trouwens, ze zeggen wel van, dat je uit moet kijken voor die bewakers. Maar die doen geen ene stront hier. Zo van, kijk mij, ik ben stoer, maar dat zijn ze niet. Dus dat is heel erg gevaarlijk. Ik ga eerst even een beetje de hoofdmissies doen. Dat ik heel snel naar Stalrijdergebied kan. Want als het goed is moet je daar al heel snel naartoe kunnen. Want dan kan ik nog binnen deze video leren springen. Ook al duurt je nu al bijna een kwartier. Anders kan ik ook even... meerdere delen maken of zoiets. Ik weet het nog niet. Dus we gaan wel kijken.
Maar ja, als ik meerdere delen maak, dan neem ik die wel natuurlijk vlak na elkaar op. Nee, sorry, even geen vrienden worden. Dan neem ik die wel vlak na elkaar op, want ja, anders moet ik weer wachten en dan is mijn 3 dagen startrijder alweer voorbij. En ja, dat is niet leuk. Dus ik ga alleen maar wachten als er echt zo'n tijdmissie is ook. Dus. Maar voorlopig komt dat volgens mij nog niet. Dan smederij van Noordland. Ja, ja. Vroeger was het echt onduidelijk waar je toen heen moest. Oh, die camera, die spaced echt enorm. Die gaat echt helemaal over die bergen heen. Vroeger was het echt heel onduidelijk waar die dingen lagen. Nou is het super makkelijk. Dat is irritant. Tegenover mij. Nou ja, is het nu makkelijker. Ook goed. Ik vond inderdaad dat het stortstil wel een beetje moeilijk soms was. Dat je niet wist waar wat was. En als je niet had opgelet. Oh. Dan wist je ook niet dat je op de kaart kon kijken. Op de kaart, op de kaart, op de kaart. Yay. Zo, toen hadden we alles al. Ik vind het raar. Hij is 3 dingetjes kwijt en toch gaat hij door met smeden. Nou ja, Star Stable logica. Ik weet trouwens nog niet of ik een paard ga kopen van deze Star Coins. Maar ja, ik denk dat ik eerst gewoon ga sparen. Klompjes, zo. Oké, dat doe ik later wel. Eerst. Oh ja, dankjewel. Gaan we even die missie bij Thomas afronden. En daarna worden volgens mij zijn papieren gestolen. Dus ik weet het niet. Nog niet. Ja. Of misschien niet vlak daarna, maar in de buurt. Ja, oké. Die gaan we zo meteen doen. Oftewel, in de volgende video. Dus ik wil je bedanken voor het kijken naar deel 1 van beginnen opnieuw account. En ja, dan tot in de volgende video. Vergeet niet te liken als je het leuk vond. Like ook maar gewoon als je het niet leuk vond. Dat helpt mij natuurlijk weer. En ja, tot in de volgende video dus. Doei!